Wat doet het jou om dat nieuwe gebouw van het hospice te mogen bouwen? Ja, dat doet me heel veel. Het is voor mij wel een hele dubbele betekenis. Want? Nou ja, ik heb nog geen jaar geleden mijn vrouw verloren. Ook aan kanker. En ja, wij hebben gelukkig de hospice niet nodig gehad. Omdat ja, in mijn werk werd ik alle ruimte gegeven om mijn vrouw zelf goed te kunnen verzorgen. Dat is voor jou nou een extra reden om, want jij geeft altijd 100% gas, maar om 102% gas te geven? Het is nu veel meer gas geven. Veel meer. Het is ook heel makkelijker nu om andere mensen te motiveren. Want ze weten je achtergrond. Je kan ook veel makkelijker andere mensen, andere bedrijven benaderen van joh, doe even een stapje erbij. En ja, dat werkt gewoon veel beter. We hebben een fantastisch bouwteam wat echt keurig op schema alles oplevert en aflevert. Maar met een pand ben je er natuurlijk niet, want er moet ook nog een organisatie achter zitten om ook gasten te kunnen ontvangen. We zijn nu bezig met de aankoop ook van de inrichting. Dus de koelkasten, de bedden, de nachtkastjes. Maar ook alle koppen, schotels en noem het allemaal maar op. En natuurlijk zijn we druk bezig met het werven van vrijwilligers. Om deze locatie te laten draaien hebben we ongeveer 65 vrijwilligers nodig. Gastvrouwen, zorgvrijwilligers, boodschappenvrijwilligers. We hebben nu ongeveer 40 vrijwilligers die in Schravenzande aan de slag zullen gaan. Dus we zijn nog op zoek naar 25 mensen. Op dit moment hebben wij 3 fantastische coördinatoren in Naaldwijk. Dat zijn Elma, Patricia en Winnie. En die hebben al jaren ervaring. Zij hebben aangegeven dat ze wat extra uren willen gaan werken. En ik zelf ga ook wat uren ervoor werken. En daarmee denken wij dat we deze locatie vanaf september kunnen gaan draaien. Dus jij als projectleider, als uitvoerder, jij voert uit wat de projectleider heeft bedacht. En ik hoorde jou zeggen, dan geef ik er een eigen twist aan. Hoe doe je dat? Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou ja, we hebben natuurlijk in het begin, hadden ze vanuit kantoor gedacht van nou, we gaan de vloeren eruit slopen, we gaan het zo en zo doen. Maar ik had een heel ander idee. Eerst het dak eraf slopen, de bestaande muren eruit halen, staalconstructie erop, nieuw dak erop. Eerst weer een beetje een goede compact huis van maken en dan pas de vloeren eruit. En dat is gewoon goed uitgepakt. Nu zijn er nog geen pannen op het dak. Er wordt wel hard gebouwd, maar nog geen pannen. Maar ik heb gehoord dat dat binnenkort gaat gebeuren. Morgen zelfs, geloof ik al. En dan kunnen we een pannenbiertje drinken met z'n allen. We doen allemaal ons best. En als we allemaal dezelfde kant op blijven lopen, dan komt het helemaal goed. Dus wat dat betreft hebben we er alle vertrouwen in dat we in september het pand gereed hebben.